Het opstellen van de juiste wetgeving en maatregelen is één ding, maar dit moet vervolgens ook gehandhaafd worden. Zowel voor de BOA's als de wijkagenten van de politie was het werk dan ook anders dan normaal. Vreemde tijd geweest. Toch echt wel anders gewerkt. We hebben veel, de hele manier van werken bij ons team, de planning en dergelijke is helemaal aangepast. Dus in dat opzicht was voor ons voornamelijk heel vreemd werken. Want we werken nu met vaste groepen. Dus ik ga met één vaste club kom je op. Je wacht ook echt netjes op een ander gedeelte van het bureau tot een andere club is afgelost, om het zo maar te zeggen. Dan gaan wij naar de operationele ruimte toe. Dus eigenlijk komt het erop neer dat wij echt in groepen gescheiden van elkaar werken om de kansenverspreiding zo klein mogelijk te maken. Mm-hmm. Dus ook voor ons was het een rare tijd. Vooral in het begin was het echt wel even wennen. Ja. Het is echt een bijzondere tijd. Ja, snap ik. Als we helemaal teruggaan naar het begin van de coronaperiode. Hoe zagen jullie dat de inwoners van de regio, van deze regio daarop reageerden? Ja, eigenlijk wel goed. Het grootste gedeelte van de bevolking die accepteert het en die zegt van oké, we moeten met z'n allen moeten we eraan werken. En dat is ook goed. Dat is ook de manier denk ik hoe we moeten doen. Als iedereen zich netjes aan de regels houdt, ben je ook sneller uit de maatregelen. Helaas is er altijd een klein stukje van de bevolking die zegt van ja, dat geldt niet voor mij of ik wil het niet begrijpen. Ja, en daarvoor hebben ze helaas nog wel de nodige bekeuringen moeten schrijven. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat het dan best wel lastig is ook. En sowieso als je op straat bent om mensen aan te spreken, want je moet toch afstand houden. Hoe zit dat bij de politie? Is er een andere regeling voor? Want je moet toch op een gegeven moment ook mensen kunnen oppakken. Ja, wij hebben ontheffing om het zo maar te zeggen. Want wij kunnen er soms niet omheen. Als iemand agressief is, zullen wij moeten aanhouden. Als iemand ons te lijf gaat, dan kunnen wij moeilijk zeggen 1,5 meter afstand houden. Dat werkt niet. Mm-hmm. Dus wij hebben soms geen keus. Soms wel vervelend, want wij hebben ook mensen thuis zitten die soms of in een doelgroep zitten die misschien vanwege ziekte, oudere mensen, die hebben we ook thuis zitten. Dus als wij dan met iemand in aanraking komen die ons in het gezicht hoest of later zegt dat hij corona heeft terwijl je hem net hebt aangehouden en echt fysiek contact hebt gehad, dan is dat voor ons ook een hele onzekere tijd. En nu kun je laten testen en in de periode dat wij aan het... in die tijd zaten, was alles nog veel onzekerder. En wij werden niet getest, behalve als je echt daadwerkelijk de klachten had. Mm-hmm. Dus die was voor ons ook best wel pittig. Want dan zijn er momenten dat je thuis eigenlijk bijna niemand meer ziet vanwege je beroep. Mm-hmm. Dan wordt die wel vervelend. Ja. Ja. Nou, jullie hebben wel iets heel bijzonders gedaan om vooral de jeugd binnen te houden. Jullie zijn begonnen met het gamen met de jeugd. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Ja, dat was eigenlijk ook een ideetje inderdaad. Kwamen we in de auto op. Van, waarom zitten we steeds achter die jeugd aan te vangen? Want dat was gewoon, het was zo'n spelletje aan het worden. Mm-hmm. En wat is dan je doel uiteindelijk? Wij zeiden van, je doel is om mensen binnen te houden. Daarvoor verbaliseer je ook om het feit te doen stoppen, om het zo maar te zeggen. En dat ze niet nog een keer gaan doen. Blijkbaar werkte dat niet bij sommigen. Dus ik dacht, wat doet de jeugd? Hoe kun je ze binnenhouden? Ik ga met ze gamen. Dat hebben we landelijk, heb ik die uitvraag gedaan onder de digitale wijkagenten landelijk. En toen zijn we met een groepje het gaan uitwerken. En nu starten wij gewoon onze PlayStation op. We hebben een community aangemaakt op de PlayStation. En daar kunnen ze ons uitnodigen om te gaan spelen met ons. En wordt dat ook veel gedaan? Ja, als ik nu online ga, dan heb ik meteen uitnodigingen. Dat is echt, we hebben nu zo'n 600 man in onze community zitten. Ik hoef geen mensen meer te vragen of ze willen gamen. Want als ik online ga, heb ik meteen contact. Ik krijg ook privéberichtjes van, ik heb een vraag, kan ik even met je gamen? Of dat soort dingetjes. Dus het is eigenlijk een nieuwe manier van contactleg geworden. Ja. Dus dan ook onder het spel, dan worden er gewoon serieuze vragen gesteld. Dus eigenlijk is het dan gewoon twee vliegen in één klap. Ik bedoel, je houdt ze binnen en je kunt ze informeren over zaken. Nou, de intentie was puur om ze binnen te houden. Dat was ons doel. We gaan met ze gamen, met de politie, dat is leuk, dat is nieuw, dat is anders. Misschien blijven ze daarom wel binnen. Weet je, al pak je een klein deel van de groep die wel buiten hangt, heb je dat in ieder geval gewonnen. Mm-hmm. Met minimale inzet. Deden we trouwens ook nog vaak in eigen tijd. Omdat het echt zo'n... We hebben natuurlijk niet standaard op onze bureaus een spelcomputer staan. Dus we doen heel veel in eigen tijd. En thuis met onze eigen spullen. En we hadden eigenlijk gedacht van, we gaan met ze gamen, blijven ze thuis. Maar uiteindelijk was contact heel leuk. En we kwamen er zelf ook steeds verder in het hele systeem. Dus we merkten dat als jij gewoon 1-op-1 met iemand ging gamen. Bijvoorbeeld Fortnite heb je 100 man in een kaart. En doe je met z'n tweeën moet je dan zo ver mogelijk zien te komen. En dan had je gewoon 1-op-1 contact. We werken met een controller met dan een headset op. Dus je kunt gewoon met spraakcontact hebben tijdens het gamen contact. Ja, dat werkt gewoon echt heel leuk. Mm-hmm. Ze worden gewoon heel enthousiast en ze stellen tijdens het gamen vragen. Af en toe hoor je ze schieten en dan ben je even heel gefocust op het spel. En daarna heb je weer even een vrij moment waar je weer gaat lopen en verplaatsen.
En dan komen ze met vragen. Mm-hmm. Ja, en die zijn heel open. Ja, dat zijn echt wel... Ja, soms zijn ze, dat je echt gesprekken hebt, iemand die zegt van, ja, ik ben vandaag weggerend voor de politie. Ja, maar je spreekt met de politie. Ja, dat weet ik, maar hier kan ik het wel vertellen. Dus het is voor hun een hele veilige omgeving. Ze weten dat ze met de politie te maken hebben, ze weten dat ze met ons praten. En toch zijn ze dusdanig open om dat soort dingen te zeggen en ook om daarna de discussie erover aan te gaan. Ja, dat is gewoon heel leuk. Is dat misschien tegenwoordig ook de key om makkelijker met jongeren te communiceren? Want ik zie ook bijvoorbeeld in Amsterdam heb je ook een bepaalde wijk, een wijkagent zit. Die probeert ook heel laagdrempelig te communiceren met zijn publiek, zeg maar. Ja. Merken jullie ook dat het gewoon eigenlijk de oplossing is om een beetje tot dat niveau te gaan betrekken en dan wat beter overkomt wat je allemaal wil? Ja, ja. Nou, uiteindelijk wel. Het was dus wat ik zeg, het was echt de bedoeling voor de coronatijd. Alleen hij werd landelijk al heel snel opgepakt, ook door collega's. En uiteindelijk is die dusdanig ver uitgewerkt dat we nu dus die installaties, 6 bureaus hebben zo'n installatie gekregen. PlayStation, televisie, alles eigenlijk erop en eraan om te kunnen gaan gamen. Dus nu is die inderdaad vanuit de coronatijd, we hoeven ze nou niet meer binnen te houden, die tijd is geweest. Dus we hebben nu gezegd, we gaan er wel mee door, maar dan puur op een stukje communicatie, dus het contact met de jeugd. En dat werkt ook goed, want we hebben ook een autistische jongen die zei van ja, ik durf normaal gesproken met niemand te praten buiten, laat staan met de politie. En nu kan ik toch met jullie in contact komen, dus ook als er iets is, kan ik jullie wat vragen. Ja, dus dan heb je ook een doelgroep te pakken waar je eigenlijk totaal niet bij stilgestaan hebt. En zo komen er steeds meer dingetjes boven water dat echt wel een hele leuke manier van contact hebben is. En nou, tot slot, het lijkt er nu ook een beetje op dat de mensen weer overgaan op de orde van de dag, wat je het zelf ook al zei. Is er iets wat je dan ook misschien aan jongeren wilt meegeven om zich toch goed aan die maatregelen te houden, om het coronavirus toch niet uit hun gedachten te halen? Ja, ik zeg altijd gewoon gebruik je echt je gezond verstand gebruiken. Kijk, iedereen snapt dat als je met z'n allen in een klein kamertje gaat zitten met een grote groep en er zit één iemand die het heeft, is de kans groot dat je het gaat krijgen. Dus ja, hey, denk gewoon na wat je doet en wat voor stap je neemt, waar je ook naartoe gaat, feestjes en dergelijke. Mm-hmm. Ik denk als iedereen zijn dag gewoon redelijk zijn verstand gaat gebruiken, dan denk ik dat we heel goed bezig zijn al.